Hoi, ik ben Johanna Nijthever en dit is mijn vlog. Hoi allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe dagvlog van Vlogmas. Ik ben dus net op stal aangekomen en ik heb dus de pony al lekker een krachtvoer gegeven. En het is nogal vroeg en vandaag hebben Shamur en ik de springwedstrijd. En om 9:15 moeten we dus parcours lopen en om 9:00 begint de springwedstrijd dus. En we moeten dus als 24ste en 34ste, dus we gaan daar gewoon rond 8:15 heen. En James heeft lekker geslapen volgens mij, want het vlas zit nog helemaal op zijn hoofd. Dus dat is wel een goed teken, denk ik. Dus nu gaan we hem naar de poetsplek brengen en dan gaan we hem dus klaarmaken. Zo, knappe Chimpy is er helemaal klaar voor. Mijn moeder is dus nu de trailer aan het open doen. En daarna mag je me in de trailer. En dan gaan we dus naar de Wieringermeerruiters. Want daar hebben we dus onze springwedstrijd. Zo, we zijn aangekomen. Dus nu gaan we even aanmelden. Nou, ik ga dus nu even samen met jullie het parcours doornemen. Ik heb hem net zelf al even gelopen. Maar ik loop hem dus nog een keer. En hier is nummer 1. Zo, we gaan dus nu knappe Champy uitladen. En dan gaan we dus beginnen met opzadelen. En daarna mogen we lekker losrijden. Zo, we zijn er al helemaal klaar voor. Het regent helaas wel. Dus ik ga even zo met mijn hoofd naar binnen, want anders wordt mijn camera helemaal nat. Mijn lens is al helemaal nat. Ja, gaat goed zo. Sorry voor het nu even het slechte beeld. Maar we zijn dus bezig met opzadelen. Ik heb hier dus mijn jasje onderaan. En dit is dus een zwart jasje. En ik deed dus een paar jaar geleden mee aan viertal. En daar moest er dus een zwart jasje voor hebben. En toen was hij dus eigenlijk nog te groot. Maar nu pas ik hem dus gewoon goed voor het springen. Want ik ga natuurlijk niet mijn hele mooie jasje aandoen. Want ja, dat vind ik gewoon zonde met die glitters hier bijvoorbeeld. Nou, ik heb een body protector aan. Mijn cap. Ik wil eigenlijk dus sparen voor een nieuwe zwarte cap. Want ik heb nu een blauwe cap op met zwart. Dus dat wordt een nieuwe uitdaging voor mij. Nou ja, witte handschoenen. Mijn laars had ik dus al aan. Nu ga ik dus nog even mijn zweepje pakken. Shamur is er ook al bijna helemaal klaar voor. Dus die zal ik ook nog wel even filmen. Zo, knappe Champy is er helemaal klaar voor. En Suus komt ons helpen en komt gezellig kijken. Dus dat is natuurlijk superleuk. Nou, we hebben natuurlijk een mooi dekje van PA Photographs. En aan de andere kant staat het logo van Plastaliek. Dus we zien er super uit.
Was dat een muur? Ja. Ja. Oh, springt zelf al over. Makkelijk dat ik er niet zin. Maar gisteren schijnt nogal moeilijk geweest te zijn. Oh, oké. Okay. Oh, nee, maakt niet uit hoor. 3, 10, 8 en 9 of zo. De eerste 10 hebben we gelukkig gewoon. Suus, je moet even een foto maken van die 10. Oh, my God.
met het springen. Het eerste parcours ging dus echt heel erg goed. Dat had ik jullie dus wel al verteld. En daarin ben ik dus gewoon vierde geworden. Dus ik ben echt super trots op Chimay. Want ja, dat had ik echt nooit verwacht. Want dit is eigenlijk onze eerste echte B-springwedstrijd. Dus ja, ik ben echt super trots op hem. En nu gaan we hem dus weer snel afzadelen. Want ja, ik zit er wel een tijdje op. Want ik moest nog even wachten omdat de E-ponies toen nog waren. Maar ja, ik ben echt super trots op hem. Dus we gaan hem lekker afzadelen. Zo, inmiddels ben ik dus alweer onderweg naar de Wieringermeerruiters. Want ik moet namelijk zometeen... Nou ja, mijn moeder gaat dus bij in de kantine staan. En ik moet dus parcourshulp. Dus dat je zeg maar als er iemand een balk af heeft, dan moet ik die er weer opleggen. Of als er weer een hogere klasse komt of een hogere categorie, dan moet er natuurlijk... dan moet het weer hoger opgebouwd worden. Dus daar moet ik dus mee helpen. En we moesten dus eigenlijk al om... We moeten dus om 12 uur helpen. Het is inmiddels al 11:55. Maar ja, we reden daar pas om 11:15 weg. En we waren ongeveer om 11:30 thuis. Toen hebben we even snel de stallen gemest, chameur uitgeladen, spulletjes snel opgeruimd. Dus toen waren we om 11:55 thuis. Toen zijn we 5 minuten thuis geweest. En nu zijn we dus alweer onderweg. Dus het was een beetje haasten. Dus daarom had ik even niet gevlogd. Maar in ieder geval moeten we dan dus nog even een paar uurtjes helpen. Dus ja, een druk dagje. Zo, ik ben dus weer onderweg naar huis. Ik moest dus even een paar uurtjes helpen met de parcours. Dus bijvoorbeeld de balken opruimen of het parcours weer verhogen of verlagen. Want eerst was er, toen ik nog moest helpen, was er nog M en Z en ZZ ponies. Dat was echt super hoog. En daarna moesten we dus weer naar de BW paard. Dus toen moesten we ineens weer van 1,10 meter of 20 ineens weer naar 70 centimeter. Dus toen konden we weer helemaal laag beginnen. Maar in ieder geval ga ik dus nu thuis even vlogs editen. En moet ik dus ook nog even wat huiswerk maken. Zo, onze laptop staat klaar. Ik heb een lekker kopje thee voorbij het editen. En voor de mensen die het dus zouden weten. Ik edit dus met het programma iMovie. En dat is dus echt super fijn om te gebruiken. Dus, ik ga snel beginnen. Zo, inmiddels sta ik dus alweer in mijn pyjama. Ik heb dus alweer lekker gedoucht. En ik heb dus 4 vlogs geëdit. Ook weer voor de vlogmas. Ik heb namelijk maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Zo, donderdag geëdit. Dus die zijn allemaal alweer klaar. Ik heb ook al mijn huiswerk nog gemaakt. En ik heb zelf mijn bed dus weer even opgemaakt. Want die was dus weer lekker even in de was geweest. Nou ja, mijn dekbed is zo. Dus ik heb mezelf even netjes opgemaakt. En nu ga ik dus lekker slapen. Het is 9:15. Dus ja, wat rust allemaal. En ja, morgen begint weer een nieuwe schoolweek. Morgen is het dus weer maandag. Dus ja, slaap lekker allemaal. Tot morgen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Dus bedankt voor het kijken. Dit was het. Tot de volgende keer. Vergeet hieronder niet te abonneren.